Follow, follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Hier is onze winterstal. Er zijn ongeveer 70 lammetjes geboren in een paar weken tijd. Is het normaal dat er zoveel lammetjes worden geboren? Ja, de lammetjes worden geboren in de lente, omdat er nu in de natuur weer meer eten voor hen is. En dat ze hun buikje kunnen rondeten, zodanig dat ze voor de winter voldoende reserve hebben opgebouwd en dat ze sterk genoeg zijn geworden. Wat zijn de lammetjes? Dan zijn ongeveer 3 weken oud. Ze komen van een drieling en die mama heeft maar 2 spenen en daarmee krijgen ze een klein beetje melk bij, ja, om genoeg te hebben. Hier hebben we nog iets heel leuk. We hebben een van onze kippen die heeft de eitjes uitgebroed van een eend. En die eendjes zijn nu ongeveer 2 weken oud. Denk je nu echt dat dat de mama is? Ja, zij heeft een uitgebroed en dus zij heeft die kleintjes geadopteerd. Hier staan we bij onze geitjes. Onze dieren mogen binnen enkele weken terug naar de weides. Dus je ziet, ze worden al een beetje ongeduldig, omdat ze er naar uitkijken om terug buiten in ons dierenpark te kunnen gaan spelen.